Kan iemand mij uitleggen waarom het zo verdomde lastig is om iemand af te wijzen? Echt, toen dacht ik, oh my god, verwijder je me nu serieus? Omdat ik dus dat Instagram account heb. Ja, ik heb niet gehad dat iemand echt een gesprek heeft verwijderd bij mij. Maar wel gewoon dat er soms niet meer gereageerd of zo, maar dat gebeurt toch wel. Mijn naam is Jetske en ik ben praktisch mijn hele leven single. Relaties ging ik nooit echt aan, uit angst dat het gras misschien toch ergens groener is. Maar nu ik dichter bij de 30 kom, wil ik me steeds liever binden. Ik ben klaar met het single leven en kijk uit naar het burgerlijke huisje, boompje, beestje. Er is echter één ding. Ik ben vegan. Het is vandaag 1 april en vanaf nu ga ik jullie meenemen naar mijn zoektocht naar de ware liefde. Ik vind dat zo dramatisch klinken, maar goed, het is wel het geval. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik even een soort van update geven dat je weet waar kom ik vandaan. En hè, weet je, als er dan de komende maanden, stel ik vind de ware liefde niet, dan hebben jullie in ieder geval wel een soort van proces gehad van dit was het begin. En nu staan we hier. In februari heb ik voor het laatst een date gehad. Dat was weliswaar met een vegan man. Maar ik voelde niet echt de romantische klik. En blijkbaar hij ook niet. Want na 2 nog appgesprekjes hoorde ik daarna niks meer van hem. Dus ik denk dat het gewoon daarna klaar was. Ook voor hem. En dat is goed zo. En voor de rest heb ik Happn op mijn mobiel ingeschakeld en Tinder. Overigens ben ik nog steeds van mening dat je dat je elkaar eigenlijk het best kan ontmoeten in het openbaar. Maar goed, waarschijnlijk gedurende dit hele proces zal ik af en toe wel de camera erbij pakken. Hoe ik me voel, hoe ik erover denk. En sowieso in deze hele serie heb ik ook interviews met diverse mensen. Dus dat gaan jullie ook allemaal zien. Goed jongens, het is inmiddels vrijdag, bijna een week nadat ik deze video heb geopend. Of tenminste, mijn zoektocht naar de ware liefde. En ik heb nu al meteen een update, maar geen positieve. Want wederom ben ik afgewezen omdat ik vegan ben. Het ging als volgt. Ik was aan het appen met een jongen op Tinder, was dat. Ja. En hij vroeg of ik Instagram had. En toen zei ik dat ik dat had. En toen vroeg hij, hoe heet je dan op Instagram? Toen dacht ik, oh. Dus ik zei, ik heet Vegan Fitty. En ik doe dat omdat ik het echt gewoon leuk vind. En ik hoop er ooit mijn werk van te kunnen maken. Dat zei ik. Hij heeft daar niet meer op gereageerd. En toen ik nog een keer keek op Tinder, zag ik dat hij het gesprek had verwijderd. Echt, toen dacht ik, oh my god. Verwijder je me nu serieus? Omdat ik dus dat Instagram account heb? Nou, ik was echt, ik wist niet of ik moest huilen of dat ik moest lachen. Ik dacht ik dacht een heleboel. Inmiddels is dat een beetje gezonken en denk ik, laat maar. De grap is dat we ook een match zijn op Happn. Ik heb had bijna de neiging om hem daar een bericht te sturen. Van hallo gozer, ga je me nou serieus daarom verwijderen? Maar ik dacht, nee. Marianne, ik had jou gevraagd om dat je net zoals ik zowel vegan als single bent. En ik vraag me heel erg af... of het jou ook was overkomen dat je bent afgewezen omdat je vegan bent? Het gebeurt niet altijd direct, maar ik denk zeker wel dat het vaak heeft meegespeeld. Ja, want... En mannen zeggen het natuurlijk niet altijd. En het zal ook echt niet altijd de overwegende reden zijn. Alleen je merkt gewoon wel dat er heel vaak mannen zijn die er gewoon echt totaal niet voor openstaan, zeg maar. Of die er gewoon heel erg van schrikken. Maar heb je dan bijvoorbeeld in je profiel ook staan dat je vegan bent of dat niet? Ja, ik kan niet zeggen dat ik ermee experimenteer of zo, want je kunt het niet echt meten. Maar ik heb wel eens een tijdje gehad dat ik het er niet in had staan. En dan zei ik het gewoon. En nu heb ik het er wel in staan. Mm-hmm. Maar ik heb ook zelf heel erg altijd de instelling gehad dat het lastig was, omdat ik veganist was. En als dat je instelling is, dan gaan andere mensen het ook vinden. En daarom heb ik dat dan nu gewoon wel ingezet. Kijk, je kunt het dan ook niet inzetten omdat het niet speciaal zou moeten zijn. Maar ik heb het er nu wel in staan, omdat ik wel gewoon... Het zijn wel mijn normen en waarden, zeg maar. Dus iemand mag het best weten. Het is zaterdag, het is inmiddels mei en in de maand april is er eigenlijk niet heel veel gebeurd qua dating life, zullen we maar zo zeggen. Ik heb een paar jongens geappt. Wat zullen we er eens over zeggen? Ik merk dat ik het gewoon een beetje lastig vind om, om online te daten. Ik
ik vind het gewoon heel lastig dat ik een jongen, die kan ik dan gewoon in het openbaar, kan ik die niet, of tenminste, hoe zeg je dat? Op een foto kan ik gewoon niet iemand beoordelen. En dat maakt het gewoon heel lastig, dat hele online daten. Want ik had er ook dan weer vrijdag, donderdag met een vriendin van me over. Van, moet je dan niet naar een betaalde dating site? Is dat dan niet iets? En ik moet zeggen dat ik dat op mijn 25ste heb ik dat een keer gedaan al. Maar ja, ik merk gewoon dat dat niet iets is wat bij me past. Ja, ik heb niet gehad dat iemand echt een gesprek heeft verwijderd bij mij. Maar wel gewoon dat er soms niet meer gereageerd of zo, maar dat gebeurt toch wel. Dan verveel ik me een keer, ga ik wel weer een keer op Tinder. Maar daarna dan denk ik er niet meer aan, want ja, ik vind het eigenlijk veel te veel tijdrovend. Mm-hmm. Dus het liefst natuurlijk niet. Nee, dat herken ik wel. Dan reageer ik ook een hele tijd niet. Dus dat is, ja, ik leg niet altijd gelijk dan dat ik denk van, oh, je komt vast omdat ik... Ja, precies. Ja. Weet je wat ook gewoon mijn grootste probleem is? Ik ben gewoon een beetje een hopeloze romanticus. Ik hou er gewoon van, ik wil niet dat mijn liefdesleven, of hoe zeg je dat? Dat je relatie begint met, nou, ik was aan het swipen en nou, toen swipte ik op hem en toen hadden we een hele leuke chat en toen gingen we op date en dat was heel gezellig. Ja, ik weet niet, ik heb misschien te veel films gekeken in mijn leven of misschien een te mooi beeld ervan of zo. Maar... ja, ik wil gewoon iets romantischer dan swipen en een beetje heen en weer appen. Ik ben sowieso niet van het appen. Laat me gewoon met je praten en je, ja, je ontdekken en gewoon lol met je maken. Dat is ook nog zoiets, want je gaat altijd een drankje doen. Nou, dat vind ik ook al echt een verschrikking. Want ja... dan ben je weer zo geforceerd met elkaar aan tafel. En dan moet je allemaal wel praten. En nou ja, als je dan denkt, oh, dit wordt hem toch niet. Dan ben je toch altijd gedoemd om toch nog langer te blijven. Nou, het is, ik weet het niet. Het is gewoon niet zoveel voor mij. En ik heb nu dan weer dat ik dan contact heb met een jongen. En ja, hij is aan zich nog best wel aardig. En hij, nou, hij is niet vegan. Maar hij accepteert... wel dat ik wel veganistisch eet. Nou, dat vind ik al gewoon een win-win. Weet je, ik bedoel, je hoeft van mij absoluut niet vegan te zijn. Dat is echt niet waar ik naar op zoek ben. Maar heb jij een voorkeur voor een vegan of een niet-vegan man? Ja, kijk, als het kan, dan wil ik natuurlijk liefst dat hij vegan is. Kijk, de komende jaren mag ik hier blijven wonen. Wil ik hier ook blijven wonen. Dus samenwonen zit er voor mij op dit moment gewoon niet in. Daar heb ik op dit moment geen behoefte aan. Maar... het zou wel makkelijk zijn als hij vegan is. En zeker ook als je iets op wilt bouwen en uiteindelijk wel wilt samenwonen. Dan is dat wel zo makkelijk. Ja, ik weet niet. Hij is dan zo opdringerig. Dat ik echt zoiets heb van, ja, come on jongen. Laat me gewoon ook even met rust of zo. Ik hoef niet ook weer een man die echt, als ik eventjes niet reageert, meteen erbovenop zit. En weer een opmerking maakt of weer een reactie plaatst. Ik heb wat dat betreft ook gewoon wel mijn ruimte nodig en mijn rust en... ja, ik ben heel erg gewend. Ik woon al sinds mijn 19e op mezelf. En ik ben gewoon heel erg gewend om, ja, alleen te zijn. En soms vraag ik me dan wel eens af, wil ik eigenlijk wel samen zijn? Ja, maar het hoeft ook niet zo te zijn dat hij nu al vegan is. Het kan ook zijn dat hij mijn lifestyle ziet en denkt van, hé, dat is toch eigenlijk best wel leuk of mooi of gezond of wat dan ook. Mm-hmm. En dat hij dan toch geïnspireerd raakt. Ik zal niemand dwingen om veganist te worden, maar als ik omheen kijk bij heel veel meiden die ik dan ken die vegan zijn, heel veel van vrienden, ja, hun vriend dan, zeg maar, die zijn wel veganist geworden. Ja. En dat is niet omdat zij dat dan zo nodig willen, maar omdat ze gewoon zien van, hé, zij is echt vooruit gegaan op gezondheid of sportprestaties. Of ja, oké, die dierenleed, daar zit toch echt wel veel erger dan ik dacht. En dat is echt meer het inspireren dan dat je iemand dwingt om veganist te worden, zeg maar. Ja, precies. Dus dat kan altijd gebeuren. Alleen,
als ik kijk naar het type mannen waar ik dan op val, dat zijn vaak niet de veganisten. Dus ja, oh, dit herken ik. Ja. Ja, want dat is inderdaad ook nog weer, maar dat is ook weer stereotyperend. Ja. Maar ik heb inderdaad ook een bepaald beeld bij een man die vegan is. Ja. En dat is inderdaad ook niet het type nee. waar ik op val. En dan moet ik zeggen dat ik dat wel steeds meer los aan het laten ben. Ook meer met dat van het accepteren dat ik veganist ben. Mm-hmm. Omdat ik altijd dacht dat het dus lastig was. Ik heb ook wel nu steeds meer dat ik mezelf aan het leren ben. Van hey, er zijn ook echt wel mannen die wel openstaan voor veganisme. En ook al zien ze er anders uit of wat dan ook. En het kan ook zomaar zijn dat er een hele knappe veganist rondloopt. Want die voorbeelden zijn er wel degelijk. Dus wellicht is er ook alleen voor mij. En ja, precies. Ik geloof ook wel dat ik dat dan zelf ook wel tegenkom. Is het voor jou ook, want je hebt bijvoorbeeld van die vegan dating sites. Ja. Wat vind je daarvan? Ik heb er nog niet aan gewaakt. Nee, nou ik wel. Omdat ik dus geen idee heb wat er met types erop zitten, dus vertel. Nou, ik heb dus Vegalog gedaan. Toevallig raakte die ook... App? Nee, want er is ook inderdaad een app. Ja. Nou, ik weet niet, maar daar heb ik gewoon niet zoveel succes of zo. Op een gegeven moment zei een vriend van me, ja, je moet maar alles gewoon naar likes swipen. Want volgens mij swipe niemand jou. Ik zeg, nou, dat idee heb ik ook. Dus dat heb ik toen maar gedaan. En inderdaad, gewoon geen match. Echt bizar. Ja. Dat ik echt denk, nou ja, het is nou ook weer niet dat, ik bedoel, ik heb ook, ja, zo lelijk ben ik niet, zeg maar. Nee, dat, ik wil ook weer niet zeggen dat ik de knapste ben, maar weet je het dan? Ik bedoel, ja, dat wel. Weet ik dus niet. Ik heb het idee dat die hele app dus gewoon niet werkt. Ik zal het ook wel weer leuk vinden om, nou ja, dat ik nu dan thuis ben, dat ik nu aan het koken ben, dat je dat dan samen kan doen. En dat je dan... samen nieuwe gerechten kan ontdekken en nou, dat hij dan weer komt met een recept of iets of met een idee en dat je dat dan samen uit kan proberen. Dat, ja, dat zijn wel dingen dat ik heel erg leuk vind en dat je dan ook gewoon, want nu ben ik 's avonds eigenlijk altijd wel gewoon bezig met filmen of monteren of... Nou, ik kijk wel, ik ben ook wel aan het ontspannen hoor, maar niet zo heel veel. En ik denk dat als je met z'n tweeën bent, dat je sneller nog even een filmpje gaat pakken of een serie gaat kijken of iets op tv gaat kijken. Of ja, ik weet niet. En in je eentje ga ik dan toch sneller, nou ja, of dan weer aan het werk. Of gewoon maar weer een beetje appen. Of dus weer swipen. En ik merk dan dat ik dat echt oprecht heel bizar vind. Dat we allemaal, we zijn zo makkelijk met dat appen. En ja, als de een niet wil, nou dan gaan we maar naar de ander toe. En dat is natuurlijk zo bij zo'n, ja, app. Maar dat is niet wat ik wil. Maar ja, ik wil ook niet... op een betaalde dating site. En hoe zie je, stel je man zou bijvoorbeeld niet vegan zijn. Je zei net al van dat samenwonen, dat zit er toch nog niet in. Nee. Maar hoe zou jij dat doen? Zou jij bijvoorbeeld zijn biefstuk voor hem bakken? Of zo? Dat zijn echt allemaal die dingen dat ik denk, oh ja, wat zou ik eigenlijk doen? Ja. Ik weet het wat niet. Wat zou je doen? Nou, het is dus heel erg stom. Ik woon dus nu in Bussum dan. En dat is eigenlijk gewoon sinds ik vegan, zeg maar... Kijk, in Amersfoort begon ik met mijn vegan periode. Dus toen had ik nog wel iets van, ja, hier heb ik ook ooit vlees in huis gehad. Maar doordat eigenlijk nu de meeste van mijn keukengerei heeft nooit vlees of iets aangeraakt, heb ik echt iets van, gadver. Wil ik ook niet? Nee! Ik denk dat dat ook wel een ding is, want jij hebt mensen die gewoon elke dag vlees willen eten. Misschien wel 2-3 keer per dag. En als dat jouw manier van leven is, dan te respect voor, maar... Ja, dit is wel mijn thuis en ik ben er niet van, maar ik denk dan ook niet dat het heel erg goed zou werken. Want als hij dan hier al zou willen eten en hij bijvoorbeeld zo'n eetschema waar hij flink aan moet houden met bijvoorbeeld heel veel kip, dan moet hij hier ook aan zijn kip komen. Ja, en dan moet hij dat ook hier kunnen bakken, terwijl... En maar dan zijn je normen en waarden ook gewoon niet gelijk, zeg maar. Nee. Dus ik denk dat op dat gebied zou het dan niet werken. Oh, nou jongens, geloof het of niet, maar I've got a date. Het voelt heel raar, maar ik ga dus vanmiddag, ik heb echt vol met afspraken, maar vanmiddag ga ik naar Utrecht toe. En dan heb ik daar een date met een jongen die ik heb leren kennen van Happn. En het was heel raar, want, of tenminste heel raar, ik was gewoon een beetje aan het swipen en ineens ik zag hem en ik dacht, wow, 500 meter van me vandaan. En ik liked hem, we waren meteen een match en toen, nou ja, begon ik meteen tegen hem te praten. Waarop hij meteen reageerde van, oh, ik wilde eigenlijk een creatieve openingszin doen, maar daar, jij bent me voor.
En vanaf dat moment hebben we gewoon contact en hebben we het gewoon over van alles en nog wat. En ja, het klikt heel goed op de app. Maar ik merk wel altijd dat ik een beetje bang ben hoe het zal zijn in het echt. Ik weet niet, ik ben er echt een beetje een muts in dat ik denk, ja shit. Wat nou als hij toch niet zo leuk is of weet ik veel wat. En laatst dacht ik, ja maar wat nou als het hem wel is. En ja, ik moet zeggen dat die gedachten me bijna meer benauwden dan de vluchtgedrag waar ik eigenlijk altijd in beland. En ik merk dat ik heel erg zenuwachtig ben. Maar ik heb er ook alweer heel veel zin in. Want ik denk wel, tenminste het klikt in ieder geval wel op de app. We hebben wel heel veel lol. Maar ja, je weet natuurlijk nooit hoe het in het echt is. Maar goed, ik probeer wel heel erg. En daar pas ik wel meditatie voor toe. Echt een beetje in het nu te blijven. En inderdaad te denken, oké, nu hebben we het heel erg gezellig. En nu is het leuk. En ja, we zien wel hoe het verder loopt. Oh jongens, ik ben weer terug van mijn date. Oké, ik klink niet enthousiast. En dat is niet omdat ik het niet leuk vond, want het was echt oprecht heel erg leuk. Dat is meer omdat ik het gewoon oprecht niet weet. We hebben echt heel erg een klik. Ik kan ontzettend met hem lachen. Ik kan... we hebben dezelfde interesses. Dat is echt allemaal, het is heel erg leuk. Het was ook echt oprecht heel gezellig vandaag. Maar ik merk dus dat ik dan constant dingen zoek die ik niet leuk vind aan hem. En nou ja, het was nu dus ook zo dat ik zag hem en op een gegeven moment ging ik hem echt dus beoordelen. Wat ik eigenlijk al niet wil, maar goed, dat ging ik dus wel doen. En ik heb nu dus wel heel impulsief een nieuwe datum al doorgestuurd. Dus ik moet maar een beetje vanuit mijn impulsieve gaan werken en niet vanuit mijn hoofd. Want mijn hoofd die zit alweer in de oordelen. En dat, ja. Vaak moet ik wel zeggen dat ik bij een tweede date, als ik zeg maar, ik heb wel vaker gehad hoor, dat ik nu zo aan het twijfelen was. En dat ik dan een tweede date had en dan komt het of dat ik denk, nou ja, eigenlijk is dat nooit gekomen. Maar dan hoop ik dat ik denk, oh yes, het was echt gezellig, day 3. Of er komt meteen dat ik denk, oh mijn god, nee. Dat kan. En als dat het is, dan is het duidelijk, dan moet ik het niet doen. Ik ben weer terug van de date, al een tijdje. Ja, wat zal ik zeggen? Waarschijnlijk merken jullie al hoe ik het vond. Ik merk gewoon, het is een beetje een note to self, dat als ik het in het begin al niet voel, dat ik niet iemand een tweede kans moet geven, omdat ik denk, het klikt wel en ik vind het ook een beetje zielig. Want zonder arrogant te klinken, klik ik wel vaker met mensen. Ik kan met iedereen wel gewoon een gezellige avond hebben. Maar dan hoef ik niet meteen die aantrekkingskracht te hebben. En dat voel ik gewoon absoluut niet. En ik heb ook niet het gevoel dat ik dit wil gaan onderzoeken. Vind je veganisme een verrijking van dan vooral je liefdesleven of juist een belemmering? In het liefdesleven? Ja. Ja, nu een belemmering denk ik. Ja. Ik heb laatst met veganisten ook een stapavond gehad. Mm-hmm. En toen werd het ook, we zaten zo met z'n allen in zo'n groepje. En toen werd op een gegeven moment ook gevraagd gesteld van jongens, zijn we nou allemaal vrijgezel? En dat was wel echt zo. Dus dat was eigenlijk wel een beetje zo'n klap eigenlijk. Dat we allemaal zoiets hadden van oeh. Maar waren het ook alleen maar meiden? Of, nee, er zijn ook wel echt mannen bij. Okay. Maar ik heb dus ook met die jongen besproken waar ik dan een tijdje ook mee gedate heb. En die zei wel van ja, ik vind het eigenlijk ook wel lastig om te beoordelen of nou wel of niet een vriendin wil of niet. En ja. Yeah. Mm-hmm. Die zat er ook best wel mee. Ik denk dat er voor elke veganist wel een beetje geldt van ja, ga ik nou wel of niet met iemand. En iedereen denkt er ook anders over. Want één zegt wel, ja, ik ga wel voor een vleeseter en misschien wordt hij wel veganist. Als er maar respect is. Terwijl andere veganisten inderdaad heel streng zeggen, ik ga niet barbecue met iemand die vlees eet. Ja. Die zal ook echt niet met iemand die vlees eet gaan daten. Weet je, ik wil veganisme niet als de hoofdmoot hebben. Ja, het is heel belangrijk voor me en het is een heel groot onderdeel van mijn leven. Maar het moet niet zo zijn dat ik met een veganist per se wil daten en dan niet meer verder kijken.
Nee, precies. Dat het bijna als een soort geloof wordt beleid. Want dat idee heb ik soms, dat mensen dat doen of dat ze dat denken van veganisme. Ja, wat ik wel merk is, als ik bijvoorbeeld met mannen op Tinder spreek, dat ze dan wel als eerste vraag hebben van, als ik dan met jou uit eten ga, kan ik dan wel biefstuk bestellen? Nou, dat krijg je. Want dat is jouw keus. Ja, dus ik geef het ook altijd gelijk aan van, joh, dat is helemaal geen probleem. Maar hij zegt, maar kan jij dan ook iets eten? Ik zeg, dat kan altijd iets regelen, ja, dat is echt geen probleem. Kijk, en daten is sowieso, hè, of iemand nou veganist is of niet, het is gewoon proberen. Vriendin van mij zei ook, het is gewoon heel erg kwetsen en gekwetst worden eigenlijk, want je bent voortdurend eigenlijk mensen aan het leren kennen. Dat vind ik juist ook heel erg leuk. En ik probeer ook gelijk niet overal gelijk iets in te zoeken. Ik hou ook wel eens gewoon met iemand afspreken dat ik denk van, ik weet niet of die vriend wil zijn of meer. Ik kijk gewoon hoe of wat. Maar je hebt altijd wel, dus of iemand veganist is of niet, dat het wel of niet zou werken voor een van de twee. Uiteindelijk is er ooit wel een keer een match. Kan iemand mij uitleggen waarom het zo verdomde lastig is om iemand af te wijzen? Ik vind misschien iemand afwijzen bijna wel erger dan zelf afgewezen worden. Hoe gek dit ook klinkt. Ik merk namelijk, ik had gewoon gisteren voor de deur moeten zeggen, dankjewel, ik vond het een hele gezellige dag. Maar ik heb niet het gevoel dat er meer in zit dan dit. Maar ik heb wel genoten van de tijd die we samen hebben gehad. Wat oprecht ook zo is. Maar nee, wat doet Jetske? Nou, misschien tot de volgende keer. En waarschijnlijk zijn mijn hele hoofd al, how about no? Oh, en dan kan ik mezelf wel echt op mijn kop slaan. Dan kom ik binnen en dan denk ik, dit was echt gewoon allemaal gelogen. En toch doe je het. En toch doen heel veel mensen het. En als ik iets niet wil, is iemand negeren. Als ik iets nu heel hard aan het doen ben, is het iemand negeren. Dus ik moet op een gegeven moment de telefoon pakken en het appje sturen wat ik eigenlijk niet wil sturen. En wat ik eigenlijk gewoon gisteren voor de deur had moeten zeggen. Na dit bericht hoorde ik niets meer van hem. Toch merk ik dat hoewel ik 100% achter mijn keuze stond, ik wel een beetje, nou ja, ik weet niet of ik het er moeilijk mee had, maar ik vond het gewoon een gek idee. Je bent toch 2 à 3 weken intensief met elkaar aan het praten, elkaar aan het aftasten en ineens is het over. Klaar. En dan moet ik zeggen dat ik het wel ergens fijn vond. Maar toch is het altijd een gek idee. En mis je toch gewoon het constant appen. Het uit verveling iemand appen. Dat misschien nog vooral. Dat heb ik denk ik in het begin wel fout gedaan toen ik net veganist was. Omdat ik het zelf natuurlijk nog vol aan het zoeken was. En het idee had dat er geen andere veganist in mijn omgeving was. Dat ik heel erg dus ook met mannen liet merken van, ben veganist en dat is anders. Nee, maar zo moet je niet insteken. Je moet juist, dit is gewoon een keuze die ik maak in mijn leven en ik vind het doodnormaal. Ja, voor mij is het heel normaal. Ik ben ook een persoon en ik kan ook gewoon buiten de deur eten, ook zonder dat ik er reserveer. Ik kan ook op vakantie vegan eten. Het hoeft niet lastig te zijn als je me voor open zet. Nee, maar dat is ook wel mooi dat je zegt. Ja, inderdaad, ook, je bent gewoon een persoon en je hebt daarnaast ook nog gewoon andere hobby's en dingen en die je leuk vindt. Ja. Dus dat is ook weer zoiets. Het is niet dat wij met onze worteltjes constant, weet ik veel, aan het wegzweven zijn in onze 500 sokken. Nee, tegenwoordig niet meer. Nee, precies. Nee, dat is wel, het is wel hyper geworden. Ja. Wordt misschien wel ooit mainstream. Wie weet. Ja. Oh my god, jongens. Ik ben net thuis. En ik ben jullie het helemaal vergeten te vertellen. Om überhaupt zeg maar op de hoogte te brengen. Maar na mijn disaster date. Nou oké, zo'n drama was het niet. De film was leuk. Ben ik gewoon weer door gaan swipen. En toen swipte ik op een andere jongen.